Weet je, er gebeuren zoveel gekke dingen in het leven. Ik denk dat ik er maar het beste van ga maken. En jawel, in deze gekke tijden moest er wel ergens een prank call plaatsvinden. En dat is een aap die van die mond, weet je wel. Ja. Een emoji die Louis zou gebruiken. Maakt niet uit. Alsof ik ook die spraakmemo zou zeggen. Maar totdat we op dat punt komen, moeten we heel even een paar dagen terug. Moment dat ik bedacht, ik ga de dag lekker goed beginnen met een bakkie koffie. I mean, what else? Ik ga nog heel veel jammen op deze muziek. We gaan dus zo meteen even een Jumbo Lidl rondje doen. Ja, we gaan lekker overdressed zoals iedereen naar de supermarkt. We hebben nu officieel een Starbucks cactus. Charmant dit. We waren net bij de Jumbo en we hadden het vandaag over dat we de Starbucks blend wilden proberen. En Jumbo had ze gewoon in korting. Aanbieding. Dus dat is super chill. Dus nu hebben we 4 smaken. Ik laat jullie nog wel weten welke het lekkerst is. Review komt online. Precies. Kleine dingetjes die maken altijd wel de dag leuk. Zoals bijvoorbeeld je huisgenoot die je watermeloen brengt. Oh, love you. Ik ben weer een nieuw boek begonnen, jongens. Ik heb laat Bevrijd je van angst en schuld gelezen. Was niet een heel dik boekje. Heel interessant. Was iets meer in de richting van God ook. Ik geloof niet in God, maar voor mij wel een beetje. Dat ik dacht, ik moest een beetje doorheen lezen, zeg maar. Maar de basislijn van het boek vond ik wel echt wel interessant. Hoe je met je ego en dan liefde in strijd gaat met elkaar. Dus ik heb nu deze weer om te lezen. Komt uit 1964 of 67 was het. Ik ben oké en jij bent oké. Daar komt het denk ik inderdaad op neer. Pannenkoek maken en daarna Midsommar kijken. Ik heb net met Emma buiten gebadmintond. Hey! Gaat het goed? Oh jee. Ben ik de enige perpel? Mag niet! Oh, leuk, Choco. Voor die aesthetic. Aesthetic. Ik kan dat nooit uitspreken, dat woord. Het was wel erg lekker. Aesthetically pleasing. Aesthetically pleasing. Ja, zeker. Kruipend naar de andere kant. We zijn Midsommar aan het kijken en het is nog niet heftig. Ik ben heel benieuwd. Of ik het overleef. Want Emma en Sanne die vinden Zweden heel leuk. Ik ben benieuwd of ze dat nog steeds gaan vinden na deze film. Goedemorgen, ik word steeds beter in seizing the day. Eergisteren, volgens mij. Ik ben net wakker trouwens. Bij een parkje gezeten en gelezen. En toen was ik daar een soort van spontaan heen gegaan. Dus ik denk nu dat ik fruit meeneem, een kopje koffie, zitten, mijn boeken. En ik ga er gewoon lekker chillen. En ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Mijn leuk het koffieboontje bekertje. En ik neem die mee en dan ga ik daar lekker chillen. Echt, ik weet niet waarom, maar ik vind het idee. Ik ben altijd wel een beetje een dromer. Dus ideeën, dingen bedenken en dan daar helemaal excited van worden. Dat is soort van mijn ding van genieten ook. I don't even. In ieder geval, ik heb hier zin in. Hey, we're ready to go. Jongens, ik dacht ik doe mijn trui aan. Want misschien is het nog wel fris, maar het is bloedheet. Voor 10 uur 's ochtends in ieder geval. En ik wist ook niet zeker of er zon zou zijn in dit hoekie. Maar dat is het zeker. Dus ik ben blij.
gezellig! Ah! Het wordt vandaag badminton toernooi. Kan je een beetje badmintonnen? Ik kan echt volgens mij totaal niet badmintonnen, maar we gaan het proberen vandaag. We hebben twee badminton rackets. We hadden eerst één shuttle, maar die viel de hele tijd uit elkaar. Oh, schandalig. Dus nu hebben we er twee van mijn vader, die kwam ze gisteren brengen. Zo lief! En die doen het wel goed, dus dit wordt helemaal top. Nou, dat was hem. Ja, dames en heren, welkom. Bij het badmintonwedstrijd tussen Emma Duif en Lois Peperkamp. Lois! Take 3. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de badmintonwedstrijd tussen Lois Peperkamp en Emma Duif. Zoals u ziet zijn zij druk in de weer op onze parkeerplaats. De wind speelt parten in deze spannende wedstrijd. U ziet, ze zijn sportief. Hey! Oh, de mooie over de shoulder. Ja joh. Dit was een 5. Ja, ja, nee. Hey. Lekker. Weet je waar het van houdt? Autisme is weer helemaal content. Want nummer 6 die gaat gewoon weer terug in de doos. Terug in de doos. Jij bent mijn nummer 1. Thanks, cute. Ready? I'm ready. We moeten even wachten op Daphne en Jordi. Ja, we hadden even een break. Oh ja, we hebben nu bijna alle Starbucks koffiesmaak geprobeerd, hè? Oh ja. Ik heb nog niet echt heel veel verschil geproefd. Nee, dat bedoel ik inderdaad. Eigenlijk moet je ze dan achter elkaar doen, maar dat is een beetje heftig. Ja. Ik vind het allemaal wel redelijk sterk smaak. Ik vind die van de Nespresso wat zachter. Ik vind ze allemaal wel lekker. Het is ook wel lekker. Gelukkig. Wat zou ik je nog meer over interviewen? Ach ja, weet niet. Jij moet de vraag stellen. Het leven. Hoe gaat het met het leven? Hoe voel je? Ik voel me goed. Ja? Ja, wat raar. Ja, ik vind het. We hadden een hele goede dag wel, vond ik. Ik was echt. Ik heb van 10:30 tot 16:30 heel lang buiten gezeten. Heel veel gebadmintond. Wat zee gespeeld. Gechilled. Aan de tent gewerkt. IJs gegeten. Koffie gedronken. Gechilled. Het was chill. Ja, vond het een goede dag. Hoe vond jij deze dag? Ja, lekker. Ik ben opgestaan. Ik heb gegeten. Ik heb wraps met kaas gegeten in de tosti-ijzer. Daarna ben ik naar Amersfoort toe gereden. Gezellig boodschapjes gedaan. In de zon gezeten. Badminton met mijn girl Lois. Monopoly aan het spelen. Ik ben echt zwaar aan het verliezen en zwaar aan de drank. dus dat zover mijn life. Hoe is jouw leven? Ja, goed. Dat was het. Oké. Jij gaat ook lekker aan als de camera aangaat. Heerlijk. Ik heb in Utopia gezeten. I know. Ik heb 24/7 heb ik mijn camera's om me heen gehad voor 4 maanden. Tuurlijk ga ik meteen aan. Oké, wacht. Ik moet even niet lachen. Oké. Nou, wat voor muziek luister je dan? Oké, dus voordat we verder gaan is het misschien even handig om een klein beetje background story te weten. Ik had een eerste gesprek met een jongen en Jordi vond het een goed idee om namens mij een spraakmemo te sturen naar deze jongen in DM. Ja. Dus dat. Oké, jongens, mond houden, want ik ga nu een audio doorsturen. 3, 2, 1. Ja, moet je eerlijk bekennen, mijn Spotify playlist is echt gewoon lit. Maar weet je wat? Oké, wacht. Ik ben benieuwd, wat vind jij van Ben & Jerry's cookie dough ijs? Want het is natuurlijk ook belangrijk dat jij mijn total package bent. Dus als je zegt dat is lekkere ijs, ja, dan ben jij toch wel echt de total package.
Ja, moet je eerlijk bekennen, mijn Spotify playlist is echt gewoon... Maar Alwa heeft toch gewoon haar video's waarschijnlijk gecheckt of zo? Ik weet het niet. Ik hoop van niet. Jongens, we hebben net een fantastisch audiobericht gestuurd naar een jongen die wij niet kennen. Ik heb wel één, ik heb één bericht. Oh mijn god. Ik loop weer vast. Van hem? Ik denk het, ik heb nog niet gekeken. Hij heeft twee berichten gestuurd. Ja! Oké, luisteren. Oh mijn god. Kijk, wat is het? Ah! Hij zegt hahaha en hij stuurt nu een audiobericht. Hij heeft ons allemaal zwaar in de zeik gedaan. Hij zegt niks. Wat een... Ja, alleen dat. Oké, we horen zijn audio dus niet, zeg maar. Je hoort alleen maar klein geruis naar hoe je niks. Wat kut. Dus ik zeg... Wat een anticlimax. Haha, komma. Komma? Luister je audio terug. Je hoort niks. Hihi. En dat is een aap die van voor die mond, weet je wel. Ja. Een emoji die Louis zou gebruiken. Maakt niet uit. Alsof ik ook die spraakmemo zou zeggen. Oké, nog één keer dus voor die audio. Wat kut, waarom doet hij dat nou? Hij heeft gezien! Ah! Wow, nee, hij is fucking snel online. Je vloog van je stoel af, joh. Nee, joh. Oké, okay. Wachten. We wachten heel even, jongens. Gewoon een hele vlog over. Oké, jongens. Goed, is hij gewend? Tot dan hoe? Takeover. Oké, hij heeft nog niet gereageerd. Ook niet iets van dat hij aan het typen is. Maar hij zit ook nog niet. Is hij als hij je telefoontje krijgt of je geslaagd bent of niet? Hij is aan het typen en hij weet het gewoon niet. Hij deed backspace en toen was hij weer aan het typen. Denkt hij, ja, maar die aap-emoji is echt kut, weet je. Hij is aan het typen, jongens. Het wordt een heel verhaal. Of alleen ook. Ook. Hij weet niet echt wat hij wil. Oh! Oh mijn god, hij stuurt een aap-emoji. Oh, wow. Ja, aap-emoji. Ja, maar ben ik zeg maar nou de total package of niet? Want zeg maar... Jongens, jullie praten erheen. Alsjeblieft. Oké, haha, het gaat elke keer verkeerd, maar ben ik daar nou... Kut mij! Oh. Oké, okay, ja, gaat toch elke keer verkeerd het audio opnemen. Maar zeg maar, ben ik nou de total package of niet? Let me know in the comments below. Let me know in the comments below. 4, 5, 6, 7. Hallo kijkers. Als jullie niet mijn historie weten met Monopoly. Ik ben net 3 keer achter elkaar. 3 keer, 1, 2, 3 keer. Ben ik van naar de gevangenis gegaan. Weer naar de gevangenis. Weer. Ik heb me 3 keer uitbetaald. Ik heb 1,5 miljoen betaald om mezelf uit de gevangenis te betalen. Ben ik een keer voorbij de gevangenis, sta ik op kans. Is er nog een kans dat ik de gevangenis inga? Dus. Oeh, spannend. Oh joh, je verkoopt je seizoenskaart voor de Gelderdome in een online veiling. Je krijgt 50, 100.000. Nou, wat wil je nog meer? Heeft het toch allemaal... 500.000, mooi bedrag. 500, ja. Heb je teruggekregen in zo'n gevangenisuitstapping? Nee, ze gaat motels fotograferen. Volg het tenminste naar. Imperium. Sophie die heeft echt een imperium. Okay. Ik heb gewonnen, bitches. Helemaal niet. Dan moet jij nog... Ik zie Sanne gewoon lopen. Jij, dan is klaar. Ja. Ik ben al geweest 3 keer. Oh, nee. Ik zie Sanne over een half jaar al met zo'n heel... Dan ben jij al 3 keer geweest. In het mom van Seizing the Day was een fantastisch heerlijk paasontbijt. Natuurlijk niet missen. En om het nog even af te toppen, Grey's Anatomy's. Zeker een aanrader, ik ben verslaafd. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Burke is my bae. Ik heb er eentje getrokken. Oh, en? Het is vandaag. Blijf niet zitten, doe mee. Dat is precies niet wat we willen. Geen badminton dit Geen keer. Geen badminton vandaag. We zijn afgepeigerd. Oké. Oh, wacht. En... Nog één? Nou, wat je geeft, dat krijg je. Dat zeg ik al een hele week deze week. Nou, kijk wat je hebt. We hebben heel veel. Ontbijt. We zijn en... dankbaar. En zometeen... Grace. Yeah. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zeg, ik zie jullie in het volgende hoofdstuk van mijn leven. Tot de volgende keer. Joe!